file, vertraging. We zijn weer terug van vakantie. Ja, voor Regio Noord zal het in het bijzonder een beetje tegenvallen deze ochtend. En vanaf vandaag gaan zij ook weer aan de slag. En dat betekent dat de schoolvakanties er voor iedereen op zitten. Bijvoorbeeld ook voor Leon, die schrijft op X vandaag dat hij weer aan de slag gaat in de kas. Hij zegt, de Achterhoek is terug van vakantie, werkt ze weer vandaag. Gerrit, die staat langs de weg. En hij zegt, ja, Nederland is weer massaal opgestaan. Daar deelt hij ook een filmpje bij. Aan het werk gegaan ook vandaag. Veel succes. En denken we ook even aan die jonge kinderen die nu ook in Noord- en Oost-Nederland weer naar school gaan. Ongetwijfeld betekent dat dat je weer wat meer drukte tegen gaat komen op de weg vandaag. Maar je ook weer als een sardine in blik kunt voelen in sommige treincoupés. Die drukte, daar is altijd veel commentaar op, hè, vanuit die reiziger richting de NS. Ook op de uitval. Maar na de zomer zetten ze ook bij de NS gewoon weer het beste beentje voor. En daarom kijkt onze verslaggever Annelies Gerard deze ochtend mee op het station in Breda. Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Jill. Ja, en voordat je die drukke trein instapt, komen de meeste mensen aan op de fiets naar het station. En daar wordt ook veel drukte ervaren. Dus daarom heeft de NS iets bedacht. Een samenwerking met gemeenten en een speciale campagne de hele maand september. Arno kan ons daar meer over vertellen. Die campagne, hoe heet die? Hoe ziet die er precies uit? Wat willen jullie onder de aandacht brengen? Ja, dat is de Positiefietsmaand. Dat doen we samen met een aantal gemeenten in Nederland. Ooit begonnen in Maastricht. En waar het eigenlijk om gaat, is dat je de stationsomgeving natuurlijk ook veilig en bereikbaar wil houden. En daarom is de Positiefiets een positieve benadering van fietsers. Om ze wel op te wijzen van, hey, zet je fiets niet zomaar ergens neer. Bijvoorbeeld ook op een blinde geleidelijn, hè. Dat is al vervelend. Dus zet hem niet zomaar ergens neer. Maar ja, bijvoorbeeld in een fietsenstalling zoals deze hier in Breda. Ja, u noemde het al kort, maar welke gevolgen heeft het inderdaad als iemand zijn fiets hier verkeerd parkeert? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld op een blinde geleidelijn zet, dan is dat al vervelend. Als je hem ergens voor een ingang zet of voor een noodingang zet, is dat natuurlijk al vervelend. En het ziet er ook gewoon niet echt verzorgd uit natuurlijk, als overal fietsen staan. En we maken natuurlijk niet voor niks overal van deze mooie fietsenstallingen. Dan kun je vaak gewoon een dag gratis stallen. Dus dan kun je hem gewoon gratis neerzetten. En dat is beter dan gewoon maar ergens lukraak. Want zijn mensen zich daar voldoende bewust van inderdaad, dat het best wel gevaarlijke problemen op kan leveren als je fiets niet goed geparkeerd staat? En hoe gaan jullie dan precies met die campagne mensen daar bewust van maken? Nou, we willen sowieso, het is een campagne die bestaat al een tijdje in Maastricht. Daar zijn ze er ooit mee begonnen. Dat pakt er goed uit? Dat pakt goed uit, ja. Een positieve benadering, hè. Ook wel fietsers een beetje in het zonnetje zetten. Maar als het dan toch echt niet gaat, ook labelen van fietsen in de stationsomgeving. Om te zeggen van, ja, hey, waar je je fiets nu hebt neergezet, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wil je hem de volgende keer in een stalling neerzetten? Nou ja, soms weten mensen het ook niet helemaal. Maar er is wel ruimte in elke fietsenstalling of is er soms ook niet genoeg ruimte? Jawel, meestal is er wel ruimte in een fietsenstalling. Hè. We bouwen ook hele grote fietsenstallingen. Op Utrecht Centraal zelfs een hele grote fietsenstalling. Dus vaak is er wel plek. Dus het is wel echt goed om hem daar ook neer te zetten. Maar wel op de juiste plek parkeren dus. En als je die fiets dan eenmaal geparkeerd hebt, dan loop je natuurlijk richting die trein. En dat is wat wij zo meteen ook gaan doen.